Welkom allemaal vandaag bij dit webinar over het leergebied rekenen en wiskunde en de voorstellen die het team van Curriculum.nu samen met ontwikkelscholen heeft ontwikkeld en met heel veel anderen. Heel fijn dat jullie allemaal ingeschakeld zijn. Het komende uur kunnen jullie meenemen in de voorstellen en in hoe die tot stand zijn gekomen. Wat daarin belangrijk is, is voor u om te weten dat u een hele diverse kijkersgroep bent. Vanuit PO, vanuit VO, ook een ouder daarbij, een uitgever. Dus dat zal een interessant gesprek worden en we hopen op interessante vragen. Misschien eerst even wat praktische mededelingen vooraf, voordat ik de mensen hier aan tafel ga voorstellen. U kunt straks vragen stellen. Dat willen we graag schriftelijk doen. Wij zien dat dan in het scherm. U kunt dat privé doen of openbaar. Als u het openbaar doet, zijn de vragen voor iedereen zichtbaar. En we willen u vragen de microfoon uit te zetten. Maar als u zichtbaar wilt zijn voor iedereen, dan kunt u wel uw webcam aanzetten. Nou, verder hebt u instructies gehad, dus u weet hopelijk hoe het werkt. De kans dus om vragen te stellen tijdens deze webinar, die zullen we tussentijds behandelen, waar mogelijk of aan het eind, dan zit er ook echt een Q&A-moment in het proces. En als het niet lukt om alle vragen nu vanmiddag te beantwoorden, dan komen we erop terug per mail. Dus sowieso krijgt u antwoord op uw vragen. Laten we beginnen met wie hier aan tafel zitten. Mijn naam is Ingrid Brummerman, ik ben directeur van Curriculum.nu, maar niet de belangrijkste vandaag. Want ik mag dit gesprek wel hosten, maar de mensen hier, leraren, die mee hebben gewerkt in het proces en aan zet zijn geweest voor de ontwikkeling van de inhoud, daar gaan we mee in gesprek. Maarten, wie ben jij? Mijn naam is Maarten Muller, ik ben docent in het voortgezet onderwijs. Ik geef ook sinds kort in het basisonderwijs 2 keer in de week een half uurtje les, groep 8 en in een plusgroep in het oosten van het land. Ik geef zelf voornamelijk in de bovenbouw les, maar ik heb zeker in het verleden ook een aantal onderbouwklassen gehad. En verder ben ik als ontwikkelteamlid bij Curriculum.nu betrokken geweest de afgelopen 1,5 jaar. Dankjewel. Carla? Ik ben Carla T. Ik geef les in Groningen op het Preninius Gymnasium. Klas 6, 2, 3, 2/3 klassen, nou ja, allerlei klassen. Heel leuk. En wij zijn ontwikkelschool en ze hebben ons bezig gehouden met het curriculum voor klas 3. Nou, u komt straks meer over hen te weten en over het werk dat ze hebben verzet in deze afgelopen 1,5 jaar. Wat gaan we doen vanmiddag? We nemen u eerst even mee in de doelen van de curriculumherziening. Waarom is dit proces eigenlijk gestart? En dan zoomen we in echt specifiek op rekenwiskunde. Dus het gaat niet algemeen over het proces, maar echt over de voorstellen en de werkwijze van rekenwiskunde. Ook daar gaan we wat nader in op waarom deze curriculumherziening van belang is voor dit leergebied. Hoe dat is aangepakt, hoe de consultatieproces verlopen. Wat nu de voorstellen zijn en de belangrijkste veranderingen daarin. En hoe het vervolg eruit ziet. En natuurlijk, last but not least, wat u zelf ook kunt doen met de opdrachten zoals ze erin liggen. De doelen van deze curriculumherziening. Die zijn eigenlijk betrekkelijk eenvoudig. Het is zo dat er wel eens wordt gedacht dat het één grote vernieuwing is van het onderwijs. Dat is niet het doel van deze herziening. Het is echt een actualisatie van de huidige kerndoelen. Het is ook niet zo dat alles verandert. Dat zal straks ook aan de orde komen. Het is wel heel belangrijk dat we nu, na 13 jaar, nog weer eens de kerndoelen tegen het licht houden. Om eens na te denken over de vraag of die doelen nog wel de leerlingen goed voorbereiden op de toekomst. En dan zijn er sowieso 2 nieuwe leergebieden die in de huidige kerndoelen niet goed uitgewerkt zijn. En dat zijn digitale geletterdheid en burgerschap. Belangrijke ambitie in deze herziening is ook om meer samenhang te bevorderen tussen de leergebieden en de vakken. Daar komen we denk ik straks ook op terug als het gaat om de samenhang die rekenen en wiskunde ziet met verschillende vakken. Absoluut belangrijk is ook om de doorstroming tussen PO, VO en naar het vervolgonderwijs verder te verbeteren. Want de huidige kerndoelen zijn los van elkaar ontwikkeld. Dat is een beetje apart, bizar eigenlijk. Maar voor PO en VO zijn ze los van elkaar ontwikkeld. En deze herziening zijn ze echt gezamenlijk integraal bekeken en ontwikkeld. Overigens de basis voor de kerndoelen, want het zijn nog geen definitieve kerndoelen.
Een belangrijke ambitie is ook om de overladenheid terug te dringen. Dus de teams hebben ook een opdracht meegekregen om vooral voor 70% de inhoud te beschrijven. Zodat scholen ook ruimte hebben om eigen invulling te ontwikkelen. Passend bij hun leerlingen, bij hun profiel en bij de visie van de school. De huidige kerndoelen zijn heel vaag. Waardoor ze ook weinig houvast bieden voor leraren om daarmee aan de slag te gaan. En te weten wat wel en niet nodig is in de praktijk. Dus de opdracht in dit proces was om tot nadere uitwerking te komen en het ook concreter te formuleren. Dus dit zijn belangrijke doelen, die hebben we meegegeven aan de ontwikkelteams. Dus ook aan het ontwikkelteam rekenen en wiskunde. En de ontwikkelscholen hebben daar hard vanuit hun eigen praktijk over meegedacht. Maarten, jij bent ontwikkelteamlid, een mm-hmm. van de velen. Jullie hadden een mooi team met PO-docenten, VO-docenten, speciaal onderwijs. Hè, eigenlijk om met elkaar in te gaan naar de herziening te kijken. Hoe zijn jullie gestart? Wat was jullie beeld toen je startte bij wat nodig was voor dit leergebied? Het is best wel een heel ingewikkeld proces geweest, waarin we bij de start was het zo dat iedereen zijn eigen visie had op wat er anders zou kunnen of zou moeten. Daar hebben we met elkaar over gesproken, feedback verzameld en uiteindelijk zijn we tot een aantal problemen gekomen die naar ons idee opgelost zouden moeten worden. Ja, en dat is en daar had iedereen al een gevoel bij. En ja, er zijn allerlei aanleidingen die we hebben benoemd die reden zijn om daadwerkelijk een nieuw curriculum op te gaan zetten, ook voor rekenen en wiskunde. Ik weet niet of je wil dat ik nu op die dingen inga. Nou, ik zou zeggen, noem er in ieder geval de belangrijkste en dan kunnen we het straks nog wat verder gaan uit. Die aansluitingsproblematiek waar je het over hebt van bijvoorbeeld HAVO naar VWO of VMBO, of nou vooral VMBO naar HAVO eigenlijk en binnen het VMBO. Dat is heel erg duidelijk bij wiskunde ook aanwezig. Wat leerlingen die van 4 HAVO overstappen naar 4 VWO. Ik zeg het verkeerd, van 4 VMBO overstappen naar 4 HAVO. Ja, die hebben gewoon bijvoorbeeld helemaal geen algebra gehad. Nou, dat zijn hele praktische dingen waar leerlingen tegenaan lopen, waar een oplossing voor moet komen. Ja. Ook de aansluiting van PO naar VO, die verloopt op sommige onderwerpen gewoon heel erg moeizaam. Omdat er in het PO heel praktisch gewerkt wordt. En dat in het VO onmiddellijk beginnen met een hele formele aanpak. Ja. Dat heeft kunnen ontstaan door wat je net al noemde. Die wijzigingen in het curriculum. Die dan, de ene keer wordt er voor het VMBO wat veranderd. Dan voor HAVO-VWO. Dan in het PO. Dus dat sluit gewoon niet allemaal lekker op elkaar aan. En daarnaast is het zo dat de rol van wiskunde in de maatschappij gewoon heel erg veranderd is. Betekent niet dat we niet meer goed hoeven te kunnen rekenen of niet meer allerlei wiskundige bewerkingen uit te kunnen voeren, alleen met een heel ander doel. Eerder werd er gewoon veel met pen en papier gerekend. Dat is tegenwoordig nauwelijks meer het geval. Maar dat betekent niet dat je daar geen kennis meer van moet hebben, maar er zijn ook hele andere dingen die erbij komen. Daar gaan we het straks over hebben. Jullie zijn in dat proces, hebben jullie heel breed iedere keer feedback opgehaald, mensen mee laten denken. Mm-hmm. Carla is vanuit een van de ontwikkelscholen daar nou bij betrokken. Waarom hebben jullie als ontwikkelschool überhaupt aangemeld? Waarom dacht je, dit is een interessant proces? Ik denk dat het heel goed is dat wij ook gewoon bedenken van wat kan er veranderen aan rekenen en wiskunde. Wij zien natuurlijk ook op een gymnasium ook, leerlingen komen binnen en ze zouden iets moeten kunnen. Het boek gaat ervan uit dat je iets moet kunnen. En ja, het valt dan ineens wel heel erg hard binnen als ze sommige dingen dan niet kunnen. Voor de leerling valt het vervelend binnen, en maar voor ons docenten ook. Dus wij denken dan van, ja, maar hoe kan het nou dat die overgang zo zwak is en zo moeizaam gaat? En dat vonden wij ook heel interessant om daarna te kijken van wat is het, hoe krijgen wij de leerlingen binnen? En we hebben heel veel ouders gevraagd ook van hoe is het nou voor uw kind als ze bij ons op school komen van wat is er voor veranderingen voor rekenen en wiskunde? En het verschil tussen rekenen en wiskunde is natuurlijk dan ook al een beetje een ding.
van wat is nou het verschil tussen rekenen en wiskunde? Ja. Hebben ze op de basisschool alleen maar rekenen en op de voortgezet onderwijs alleen maar wiskunde? Dat is natuurlijk niet waar. Maar hoe ga je die grens dan leggen? Of moet er een grens gelegd worden? Nou ja, dat is wel... En het is gewoon heel leuk om ermee bezig te zijn. Om eens te kijken van... Hey, wat vinden wij nou eigenlijk als docenten? Wat moet een kind kunnen? En waar hebben ze het meeste aan? En daar zijn we mee bezig geweest. Interessant. Daar gaan we zo meteen ook verder op in. Nou is het zo dat de ontwikkelscholen... Daar hebben jullie iedere keer... De stappen zijn, jullie hebben een aantal stappen gezet, hè, van abstract naar concreet gewerkt, met visie, grote opdrachten. Die bouwstenen die bestaan uit kennis en vaardigheden voor verschillende fases in het onderwijs. Hoe hebben jullie bijvoorbeeld de vakexperts en wetenschappers betrokken in dit proces? De onderbouwing van wat je hebt ontwikkeld, zeg maar, meegenomen. Hadden we 4 vakexperts die aan ons gekoppeld zijn geweest. Dat is in de loop van het proces is daar ook op bijgestuurd. Toen bleek dat dat echt wel meer nodig was dan misschien aanvankelijk gedacht werd. Dus die hebben ons van feedback voorzien op een aantal momenten. We hebben ze op een heel laagdrempelige manier kunnen benaderen. Daarnaast zijn er vakexperts die zich zelf gemeld hebben om feedback te geven bij de verschillende consultatiebijeenkomsten. En een mooi voorbeeld vind ik dat we, als het gaat over statistiek en kansrekening, dat we zelf de VVSOR benaderd hebben. En met een aantal mensen daarvan heel nauw contact hebben gehad om tussentijds stukjes die we gemaakt hadden op te sturen. Wat vinden jullie hiervan? Daarnaast is het SLO ook nauw betrokken geweest, waar veel kennis zit van allerlei wetenschappelijke literatuur. Op die manier kun je dat allemaal een beetje bij elkaar brengen. Ja, heel goed. En jullie hebben volgens mij vanuit de ontwikkelschool ook weer zelf feedback opgehaald, hè? Bij je team of bij leerlingen? Ja, bij het team. En we hebben ook bij elke ronde hebben we docenten van andere scholen hebben uitgenodigd. Om te praten over de plannen. We hebben enquêtes onder al onze leerlingen uitgezet. En we hadden een hele, niet echt een grote groep, maar 8 ouders. Die waren heel erg betrokken bij dit onderwerp. Het zijn ook ouders die meestal wel iets met rekenen of wiskundige achtergrond hadden. En die kwamen echt elke ronde kwamen ze weer om te praten over de ideeën. En dat was echt voor ons heel erg motiverend om door te gaan. En wat is het meest bijgebleven? Het punt van een leerling of een ouder waarvan je denkt van nou, dat was toch wel heel goed. Dat ja, er was één ouder en die was al heel, heel snel van dat is toch normaal dat ze dat op een basisschool gewoon kunnen. Of dat moeten ze toch gewoon op een basisschool doen. En toen dachten wij al, bij de docenten zeiden allemaal van... Ja, maar wat doet uw kind dan nu hier op school, op de voortgezet onderwijs? En toen begrepen ze ineens ook wel van... Hey, dat kan ik wel vinden, maar de schoolpraktijk is gewoon anders. Dat was wel leuk. En ook de enquête onder de leerlingen afgenomen... dan zeiden ze wel echt van... maar wanneer gaan we nou dat rekenen doen? Oh ja. Ja. Wat is nou weer precies rekenen? Ja. Dus dat is zelf het onderscheid eigenlijk nauwelijks. Dat kan ik wel eens voor voorgaan. Ja. En hoe, want jullie zaten in een team met basis- en voortgezet onderwijsleraren zeg maar, bij elkaar. Hè? Dus kwesties die hier al genoemd worden. Hoe ging dat in dat team? Binnen het team zat een hele grote diversiteit aan docenten en leerkrachten en schoolleiders. 1 schoolleider uit het PO, 1 uit het VO. We hadden van de leerkrachten en docenten was ook half om half VO, PO. Binnen het VO nog weer onderverdeeld naar HAVO, VWO, VMBO, onderbouw, bovenbouw. Dus iedereen heeft eigenlijk ook zijn eigen achterban waar je mee kan sparren, je eigen school. Zo komen die verschillende... Ik heb het idee dat daardoor vooral heel veel verschillende ideeën op tafel zijn gekomen... die voorgelegd konden worden aan elkaar en aan het veld.
om feedback op te leveren. En daar hebben jullie uiteindelijk dus ook keuzes in gemaakt en een lijn in getrokken. Dat is best ingewikkeld, kan ik me voorstellen, met zo'n diverse achtergrond. Het blijkt dat het daarom dus ook heel belangrijk is om die cyclus van de curriculumontwikkeling elke keer door te lopen. Want toen we de eerste keer een visie opstelden, ja, het waren het eigenlijk nog allemaal ideeën die niet direct... er zit dan een of andere overkoepelende gedachte achter, die nog niet helemaal duidelijk is. En ik vond het wel heel lastig in het proces dat ons eerste visie ook meteen gezien werd als... oh, dit is kennelijk de visie van het ontwikkelteam. Terwijl, ja, die visie was volledig in ontwikkeling. En nou, de eerste keer dat we bij elkaar waren, was 3 dagen bij elkaar zitten. En iedereen probeert zijn eigen input te geven met wat je al weet van je eigen achterban. En wat je allemaal van buiten nog zo mee hebt gekregen aan input al van vakverenigingen en dergelijke. En dan zie je gewoon dat naarmate je verder in het proces komt, verandert ten eerste je eigen visie. En ja, je krijgt ook meer zicht op de visie van het werkveld in zijn geheel, ja. Dat het natuurlijk extreem divers is. Dit zit ook uiteraard niet iedereen op één lijn. En dan is het inderdaad keuzes maken, maar in ieder geval proberen om daar samen aan het geheel van te maken. En toen wij redelijk aan het eind van deze fase zaten, toen hebben we de visie opnieuw tegen het licht gehouden. En dan blijkt dat je veel beter de vinger kan leggen op wat nou eigenlijk die achterliggende ideeën zijn. Ja. Dus ja, als wij nu terugkijken op de eerste visie die we geproduceerd hebben, dan denken we ook, ja, dat is toch wel een hele hoop... losse dingetjes die allemaal in één document zijn gekomen. Ja. Terwijl dat bij, ja, als je de tweede keer je hele cyclus doorloopt, dat het er al anders uitziet. Ja, mooi. Nou ja, dat is eigenlijk, hè, als je kijkt dus naar het proces, het is een heel innovatief proces geweest, waarin eigenlijk iedere stap van ontwikkelteams gevolgd kon worden en van feedback voorzien kon worden. Maar ook een groeiproces, mm-hmm. hè, waar je dan aan het eind van zegt, van als je die hele cyclus met al die betrokkenheid hebt doorgelopen, dan komt er een lijn uit waarin, nou ja, ook nog niet iedereen tevreden mee is, wellicht, maar wat wel een belangrijke stap voorwaarts is. Ja, heel ingewikkeld dus dat iedereen denkt, oh, dit is weer een stukje af. Omdat het ook nieuw is, hè? Ja. Dus men is niet gewend om op deze manier in feite... Het wordt allemaal beoordeeld als een af. Ja, en daar hebben jullie best wel... dat is best ingewikkeld geweest in dit proces, hè? Maar inmiddels is het af wat er ligt. Voor zover, voor deze fase, absoluut. We gaan daar nu de diepte in duiken, lijkt me. In de zin van, wat zit er dan in die voorstellen? Maarten, mag ik aan jou vragen om dat wat nader toe te lichten? Ja, nou ja, als eerste wil ik zeggen dat het verre van volledig is wat ik nu ga vertellen. Ik ga de belangrijkste punten benoemen. Voor het volledige stuk is terug te lezen op de site. Hoewel dat altijd ingewikkeld is, want geschreven tekst is ook een beetje wat je er zelf van maakt. Maar in ieder geval is het zo dat we geprobeerd hebben in zowel onze visie als het vervolg duidelijk te maken dat wiskunde eigenlijk twee kanten heeft. Dat is namelijk een formele kant. Je kunt wiskunde opbouwen vanuit een of andere... Ja, vanuit een aantal axioma's kun je zeggen van, en dan kunnen we dit uitbewijzen. Zo bouwen we het langzaam op. Er zijn allerlei regels waar je aan kunt houden. Als je het bijvoorbeeld hebt over rekenregels voor breuken, voor komma getallen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen. Maar er zit ook een andere kant aan. En dat is, waar gebruik je die wiskunde voor? En soms is het heel nuttig voor leerlingen om heel veel te zien van, waar gebruik ik het voor? Want dan kun je goed zien... Ja, wat het nut is van wat je eigenlijk aan het doen bent. Het kan voor betere motivatie zorgen. Maar het is wel heel inefficiënt als je altijd maar moet kijken van... ja, waar doen we het eigenlijk voor? Bovendien is gewoon de wiskunde op zich voor heel veel leerlingen ook heel interessant. En het zou mooi zijn dat daar wat meer balans in komt. En dat kan uiting hebben in het vervolg van het traject... in de opsplitsing van de verschillende soorten wiskundes, maar dat betekent dat in de onderbouw en in het basisonderwijs ook voor beide een plek moet zijn. Verder is het zo dat als je naar de inhoud van de wiskunde kijkt, dan zijn we gewend om die inhoud van de wiskunde met name in te delen op wiskundige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld rekenen met getallen, bewerkingen doen, maar ook
kijken naar veranderingen met formules. Maar dat is ook een andere manier om, om te kijken naar de wiskundige inhouden. En dat is te kijken naar wat je eigenlijk met die, wat er eigenlijk gebeurt in je wiskundig denken. En dan kun je ook kijken naar hoe kunnen we problemen oplossen. Op welke manier pak je dat aan? Er zijn geen kant-en-klare recepten voor. Van als je die en die stap doet, dan kun je het probleem op die manier oplossen. Dus voor beide moet aandacht zijn. En soms is de wiskunde het doel en de manier van denken het middel. Maar soms is het ook andersom. Je kunt wiskunde als middel inzetten om een bepaalde manier van denken aan te leren. Verder is het van belang dat het fundament op orde is. En Carla gaf het net al aan, dat merk ik zelf ook in mijn lessen. Soms denk je dat bepaalde dingen al lang behandeld zijn, dus die zouden ze moeten kennen. Maar dat valt af en toe toch heel erg tegen. En dat kun je bewerkstelligen door meer aandacht voor memoriseren en automatiseren te hebben. Bepaalde dingen moeten gewoon kant-en-klare kennis zijn, dat ook te onderhouden. En beter van elkaar te weten ook wat er in het PO, wat er in het VO gebeurt. En verder is wiskunde een vak wat heel erg veel toegepast wordt. Bijna iedereen die met die wiskunde in het dagelijks leven of in zijn werk tegenkomt, is met een of andere toepassing van wiskunde bezig. En dat begint al in het voortgezet onderwijs bij de andere vakken. Ik noem natuurkunde, scheikunde. Daar is het denk ik heel erg duidelijk bij economie ook, als je met formules werkt en met verhoudingen binnen de natuurkunde en scheikunde. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar in het basisonderwijs, het meten van tijd in een gymles, het meten van afstanden. Dat zijn allemaal hele praktische dingen waar wiskunde wordt toegepast. En dan zou het heel prettig zijn dat het in de eerste plaats een beetje samen oploopt. Dat is heel moeilijk in een curriculum te regelen. Dat moet ook op de scholen gebeuren natuurlijk. Maar het is wel fijn dat als een bepaald wiskundig onderwerp aan bod komt, dat dat niet pas komt in het curriculum. Dat het niet in het curriculum beschreven is, dat het pas komt als het bij een ander vak al eerder beschreven is. Dus dat is wel van belang. Dat op de juiste manier beschreven wordt. Nu is dat... daar zal ook in het vervolg nog een slag in te slaan zijn, zeker als ook naar de bovenbouw van VMBO, HAVO, VWO gekeken wordt. Dat is wat ik in eerste instantie wilde zeggen over de opbrengsten. Als we dan kijken naar belangrijkste veranderingen, hoe ga je dat dan voor elkaar zien te krijgen? Die aansluiting PO-VO, die moet beter. Hoe doe je dat? Wat je eigenlijk wil is dat er niet meer zo'n strikte scheiding is. Er zijn bepaalde onderwerpen die je in het VO gaat doen. Daar moeten kinderen al op een laagdrempelige manier meestal kennis mee gemaakt hebben in het PO. Een voorbeeld daarvan is statistiek. Je kunt met kinderen in het basisonderwijs al heel erg goed redeneren over statistiek. Als je bijvoorbeeld in het VO gaat hebben over de mediaan, is het middelste van een rij getallen. Als je ze van klein naar groot zet... zo had ik 2 weken geleden een gesprekje met mijn dochtertje van 4. Die zei, mama, jullie zeggen altijd dat ik de middelste ben. Zij is de middelste van 3 kinderen. Maar ik ben niet de middelste als ik de grote mensen ook meetel. Dan zie je dus al van, mijn dochtertje van 4 zat na te denken over de mediaan. Uiteraard heb ik haar niet uitgelegd wat de mediaan is en hoe je daarmee moet gaan rekenen. Maar zo kun je zelfs met kleuters al... over statistiek redeneren. Maar dan op een hele laagdrempelige manier. Zodat als je in het VO daarmee verder gaat, dat je daar ook naar terug kan verwijzen. Ander voorbeeld is het rekenen met breuken. Dat wordt nu een beetje gedaan van, we beginnen nu op het VO. Ze kunnen dat, dus nu kunnen we verder. Het is mooi om een basis in het PO te leggen en dan in het VO daarop verder te borduren. Verder is de rol van wiskunde in de maatschappij heel erg veranderd, zei ik net al een keer. En dat betekent dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van digitale gereedschappen. Dat betekent, zoals ik eerder al zei, niet dat we nu in de les alles met een grafische rekenmachine of een gewone rekenmachine kunnen oplossen. Want ze moeten ook heel goed weten hoe dat allemaal in elkaar steekt om een volgende stap te kunnen maken. Maar het is wel een beetje vreemd om te negeren dat die dingen er zijn. Waar je dus vooral...
leerlingen in moet opvoeden, is op een goede manier ermee om te gaan. En dat betekent dat je ook moet weten hoe betrouwbaar je apparaten zijn. Dan moet je een idee hebben van de werking van die apparaten. Dat hoeft niet tot in detail, maar moet je ook het een en ander vanaf weten. Als je kijkt naar het onderwerp algebra, nou, dat klinkt echt als een VO-onderwerp, maar daar kun je op het PO ook al het nodige mee doen. Want algebra, als je dat iets minder formele naam geeft, dan zeg je verbanden tussen verschillende dingen, ook wel variabelen. Kun je zeggen, nou, daar kun je grafiekjes bij maken, kun je tabelletjes bij maken. Nou, dat begint al in het PO. Wij zouden graag zien dat er, en wij, dat is niet alleen het ontwikkelteam, maar ook wat uit de feedback naar voren is gekomen, dat er die verbanden die op verschillende manieren weergegeven kunnen worden, dus in een tabel, in een grafiek, in woorden, in een formule, dat die samenhang van die dingen veel meer naar voren komt. Dus je kunt verbanden introduceren vanuit regelmaat in tabellen, bijvoorbeeld. Dus dat, hoe je dat introduceert is een kwestie van didactiek, maar in ieder geval dat die verbanden, dat die verschijningsvormen allemaal met elkaar te maken hebben, ja, daar zou eigenlijk veel meer de nadruk op moeten liggen. Verder geldt iets soortgelijks voor verhoudingen. Je kunt representeren met breuken, decimale getallen, verhoudingen, procenten. Die samenhang tussen die verschillende weergaves, die zou eigenlijk veel duidelijker moeten zijn. Ja, jullie kunnen allemaal nu op jullie scherm de 7 verschillende wiskundige denk- en werkwijzen die wij benoemd hebben zien. Nou ja, dat zijn de 7 denk- en werkwijzen die niet langer alleen maar als middel gezien moeten worden om die dat doel van die wiskunde eigen te maken. Maar dit zijn ook doelen op zich, waarbij je wiskunde als middel kunt gebruiken om die doelen te bereiken. Dank voor je toelichting. Ik zie een vraag. De vraag is, zou je onze VMBO's, groene VMBO's, adviseren om het vak rekenen apart van wiskunde te houden? Apart noemen op het rooster speciale rekenprocent. Heb je daar een opvatting over? Hoe kijken jullie daarnaar? Of zeg je van, nou, dat is eigenlijk... Nou, uiteindelijk is het aan de scholen, ja, hoe je dat doet. Dus iedereen kan daar zijn eigen visie op vormen. Mijn persoonlijke mening is... je moet zorgen dat er voldoende aandacht voor is. Dat zou een argument kunnen zijn om het apart te doen. Maar ik zou het mooi vinden dat het rekenen is een voorwaarde om voor een aantal onderwerpen van wiskunde. Ik zou het persoonlijk liever zien als één vak. Maar zoals gezegd, dat is aan de scholen. Als de doelen die straks uitgewerkt worden, maar behaald worden. En of je dat doet binnen rekenen of binnen wiskunde, dat maakt op zich niet zo heel erg veel uit. Misschien nog wel goed om te zeggen dat in veel andere landen helemaal geen onderscheid gemaakt wordt. Er bestaat niet eens een apart woord voor rekenen en voor wiskunde. Ja. Dus daar gaat het eigenlijk samen op. Ja. De voorstellen zoals jullie die uitgewerkt hebben, die zijn toepasbaar op de ene of de andere manier. Hè? Dat kun je gewoon zelf inderdaad als school beslissen. Wat wel interessant is volgens mij, is dat jullie wel hele positieve feedback hebben gekregen van de MBO. Dus in de zin van de aansluiting VMBO, MBO, dus wat een licht dat op de MBO wel. Nou ja, wat daar ook wel relevant in is om te benoemen, is dat, dat er nu dat er aanbevelingen zijn om op het VMBO niet maar één soort wiskunde aan te bieden. Maar dat moet dan een wiskunde 2F worden en een wiskunde plus. Waarbij wiskunde 2F vergelijkbaar voor een groot deel is met wat nu rekenen zou zijn. Wij hebben in onze aanbevelingen gezet dat we graag zien dat daar ook statistiek in zit. Want dat zou eigenlijk voor alle leerlingen van belang, want je wordt doodgegooid met getallen en met statistische weergaven in het dagelijks leven. Daar zie je al, dat is uiteindelijk wat er op de MBO's vaak ook gebeurt. Het is voornamelijk rekenen, behalve bij de technische, niet alleen dat, maar vooral ook bij technische VMBO-opleidingen en bij de HAVO, voor de leerlingen die daarna doorstromen, daar is eigenlijk veel meer wiskunde nodig. En daar zou de tweede variant, de wiskunde plus, een mooi antwoord op kunnen geven. En waarom vinden jullie dat statistiek nu zo belangrijk? Wat en zeker in het PO, wat is jullie overweging daarbij? Er is heel veel kritiek op het statistiek onderwijs zoals dat nu met name in het voortgezet onderwijs plaatsvindt. Er is heel veel rekenen, er komen getalletjes uit
Maar ja, wat is nu eigenlijk de achterliggende betekenis van die getallen? Dat is waar het vaak over gaat. De berekeningen aanleren aan leerlingen is niet zo verschrikkelijk ingewikkeld. Dat is gewoon een kwestie van veel oefenen en dan lukt het wel. Maar ja, waarom is statistiek voor iedereen van belang? Nou, omdat alles in de maatschappij moet maar een cijfer krijgen. Alles moet gerankt worden. Als je een uitspraak doet waarbij je wetenschappelijke bronnen aanhaalt en zegt, en 85% vindt dit, nou, dan gelooft iedereen je al een heel stuk sneller dan wanneer je dat soort getallen niet gaat noemen. Dus wat vooral belangrijk is, is dat leerlingen leren om heel kritisch data te bekijken. Nou ja, eigenlijk een stukje fact-checking. Ja. Dat zie je overal terug. En nou ja, daarvoor moet je ook kennis hebben voor bepaalde berekeningen die erachter zitten natuurlijk. Maar de nadruk zal veel meer daarop moeten liggen. En daar kun je gewoon in het PO heel goed mee beginnen. Dat verbetert de aansluiting. Dus ja, waarom zou je het eigenlijk niet doen? Ja, dank. Carla, wat als jij zo kijkt naar de opbrengsten vanuit jouw school, wat spreekt je het meest aan? Representeren en communiceren. We zijn in klas 3. In klas 3 maken onze leerlingen een keuze tussen wiskunde AC en wiskunde B. Dus moeten in klas 4 moeten ze de wiskunde kiezen die bij hun past. En wij zijn er erg voorstander van dat leerlingen ook gewoon begrijpen waar ze het over hebben en dat ze in woorden kunnen onderbrengen. Je kan iets met machtsformules kan je echt 10.000 keer oefenen. En dan hoop je dat ze het kunnen. Maar als ze het onder woorden moeten brengen van waarom is de hoogte ineens bij een parabool 19,2. Van wat ben ik dan eigenlijk aan het doen? Als ik een vergelijking oplos en ik schrijf er 19,2 achter. En ja, dat vinden wij. Dus wij zijn nu heel erg bezig met van praten over wat ben je nu aan het doen. Wat een formule heeft een presentatie. Hoe ziet zo'n grafiek ervan uit? En wat wil je met zo'n grafiek? Waarom is dat zo belangrijk? En daar praten wij heel veel over met de leerlingen. En we zien dus ook echt van dat ze echt zeggen van hey, dit is veel leuker en interessanter dan alleen maar sommen maken. Ja, dat is het verschil, denk ik wel. Heel belangrijk verschil volgens mij. Ook ja. De motivatie ja. En het plezier. Ja. Want dat zeg je eigenlijk. Ja. Wij vinden het ook heel erg belangrijk dat onze leerlingen bedenken van wat is nou de wiskunde die bij mij past? Want er zijn heel veel verschillende soorten wiskunde. En als je kiest tussen wiskunde A, C of wiskunde B, dan moet je wel weten van wat past nou bij mij en wat past bij mijn vervolgopleiding. Dus het is ook gewoon goed om te kijken van wat wil ik later worden? Als ze dat al weten natuurlijk als je in klas 3 zit. Maar in ieder geval welk profiel ze willen hebben. En welke wiskunde past daarbij. En ja, wij zien dus wel dat leerlingen veel bewuster een keuze maken. En niet denken van ik neem maar wiskunde B, want dan kan ik alles nog studeren. En dat vinden wij toch wel echt een plus. Dat ze heel andere keuzes maken van wat past bij mij. Dankjewel. Laten we even kijken naar de komende proces. We hebben nu de inhoud van de voorstellen in ieder geval al even behandeld. We komen daar straks graag nog op terug, ook naar aanleiding van uw vragen. Maar deze voorstellen, die zijn op 10 oktober jongstleden door de ontwikkelteams overhandigd van minister Slob. We gaan nu een politiek proces in. De minister zal in eerste instantie reageren met een brief aan de Kamer van hoe hij kijkt naar deze voorstellen. Dat zal binnenkort gebeuren, verwacht ik. En daarna gaat de Kamer een proces in waarin zij komen tot besluitvorming, hoe ze kijken naar de opbrengsten, maar vooral ook naar het vervolgproces. De coördinatiegroep is misschien wel goed om even te noemen. De ontwikkeling van dit proces heeft plaatsgevonden onder leiding eigenlijk van het onderwijsveld. Dus een coördinatiegroep met de vakbonden, de vakverenigingen, de werkgeversorganisaties, de PO-raad en de VO-raad. AVS zat erin, de schoolleidersorganisatie, maar ook leerlingen en ouders zaten daar aan tafel. Zij hebben als geheel zeg maar, dit proces ontwikkeld en ondersteund. De lerarenteams die waren echt verantwoordelijk voor de inhoud. Maar die coördinatiegroep heeft ook een aantal adviezen nog meegegeven over het vervolg. Van wat zou er hierna nog nodig zijn? Een van de dingen daarin is dat ze echt zeggen, nou, dit is een hele belangrijke basis. Het is een integrale basis. De inhouden die zijn duidelijk benoemd.
Maar het moet nog wel een vervolgstap krijgen om het tot definitieve kerndoelen te maken. En daarbij is het ook belangrijk om het uit te proberen, onder andere in de praktijk. Hè. Dus we hebben dit in 1,5 jaar gedaan met heel veel betrokkenheid van ontwikkelscholen. Maar het echte uitproberen, dat heeft nog niet plaatsgevonden. Dus dat is een van de dingen die ze hebben meegegeven aan de minister. En waarvan zij natuurlijk hopen dat dat dan ook in het vervolg een goede plek krijgt. Daarnaast is het zo dat deze ontwikkeling gaat over het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Teams maken zij daar net al even iets over, hebben wel aanbevelingen gedaan voor de bovenbouw, maar de ontwikkeling van de bouwstenen voor de bovenbouw moet nog plaatsvinden. Een belangrijk advies wat ook de coördinatiegroep al mee heeft gegeven daarbij, is dat ze al aan de minister heeft aangegeven, als je het curriculum verandert, dan zul je uiteindelijk ook de toetsing en examinering moeten veranderen. Want je wil uiteindelijk dat de toetsing en examinering toetst wat je belangrijk vindt in die inhoud. En, dus dat is ook nog een vervolgstap die zal komen. Daar zal ook echt nog wel wat tijd overheen gaan, waarbij ook de gedachte is dat er nog veel meer ingezet kan worden op bekendheid en het verspreiden van de voorstellen zoals ze nu zijn en daar met scholen over in gesprek gaan. Dus dat zijn dingen die na de besluitvorming in de Tweede Kamer zouden kunnen gaan spelen. Wat we nu al zien is dat er ook al veel scholen dit moment gebruiken om in gesprek te gaan over de voorstellen. Daar kunnen we zo meteen ook nog wat meer over doorpraten, maar er zijn schoolbesturen of scholen die zeggen van, goh, we nodigen mensen van nu uit, vanuit ontwikkelteams of vanuit ontwikkelscholen. En we gaan met hen in gesprek omdat we zelf eigenlijk stappen willen zetten met deze onderwijsinhoud. En Carla, jullie hebben dat eigenlijk al gedaan afgelopen jaar. Hè? Ja. Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat heeft gewerkt op jouw school? Wat je daar in hebt opgemerkt, waar je tegenaan bent gelopen misschien ook. Wat heel goed is gegaan, wat ook niet goed is gegaan. Wij zijn dus alleen maar ontwikkelschool van rekenen en wiskunde. En bij de andere vakken was het wel een beetje van, wat zijn jullie aan het doen? Maar ja, wij zeiden van, nou, wij doen dit. En de sectie wiskunde was in het begin wel van, oh, wat gaan we dan nu allemaal precies doen? En in klas 3 hebben we dus echt heel goed gekeken van, hé, wat vinden wij nou eigenlijk belangrijk dat een leerling moet leren om die keuze te kunnen maken? En om ook goed voorbereid in klas 4 te komen met de keuze die ze gemaakt hebben. En we hebben gewoon gezegd van weg met het boek en we gaan gewoon zelf kijken wat ze moeten kunnen. En we zijn heel druk bezig geweest met allerlei readers te maken en allerlei plannen. En ze zijn natuurlijk nog niet allemaal helemaal optimaal. Maar ja, het is ons zo goed bevallen dat we nu in klas 4, 5 en 6 ook gewoon gaan kijken van wat willen wij nu eigenlijk? Of gaan we alleen maar sommen maken? Of wat vinden wij belangrijk dat ze moeten kunnen? En hoe kunnen ze natuurlijk goed voorbereiden naar het eindexamen toe? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ze moeten wel naar het eindexamen toe. Maar ook in klas 1 en 2. Ja, bedoel, ik denk dat andere docenten dat ook wel weten. Je krijgt een boek. En je denkt dan van, oh, hoofdstuk 1, 2, 3. Nou ja, we moeten er 6 of 8 in een jaar doen. Oké, hoe gaan we dit doen? Maar nu kunnen wij gewoon wel zeggen van, hé, maar dit onderdeel gaan we dit jaar eens niet doen. Maar dat doen we volgend jaar dan wat uitgebreider. Nou, op die manier zijn we dan dus ook bezig met van dat we veel bewuster zijn. En dan nemen we ook mee wat de plannen dan zijn. Van, hé, dat onderdeel statistiek. Waarom zou je dat in klas 1, 2 en 3 doen, terwijl we in 4, 5 en 6... doen we dat heel veel met ICT. Dus dan de basis houden we op orde. Maar dan gaan we in klas 4, 5, 6 daar weer mee verder. Dus ja, we zijn echt helemaal een beetje zo aan het schuiven in het curriculum van wat vinden wij belangrijk en wat denken wij dat voor onze leerlingen belangrijk is. Ja, en dat geeft wel heel veel reuring in de sectie en ook onder de leerlingen. Ze vinden het leuk. Ja, hoe betrek je de leerlingen erbij? Nou, wij vragen wel van, hey, is het anders dan hoe je vorig jaar wiskunde had? En dan zegt ze wel van, ja, het is wel anders. We hoeven niet meer alle sommen in het boek te doen. Nou, dat deden we natuurlijk ook niet alle sommen. Maar ja, dat vinden ze wel van, hey, we doen ook andere dingen. We doen ook grotere opdrachten erbij. En dat vinden ze dan toch wel leuk om te doen. Dat is ook wel belangrijk. Anders wordt het een beetje saai af en toe, denk ik, voor sommige leerlingen. Ja, leuk. En Maarten, ben jij hier ook in jouw school al mee aan de slag? Of
Of nou, wij zijn ben je minder... al heel erg bezig geweest met het ontwikkelteam? Want nou, dat ook. Heel intensief. Maar dat is sinds kort heb ik wel tijd over. Nu we daarmee klaar zijn met deze fase. Bij ons op school zijn we iets minder rigoureus met het boek er helemaal uit. Nou, het boek is er nog niet uit hoor. Maar wij zijn ook heel bewust aan het kijken van wat kunnen we weglaten, wat vinden we nog steeds belangrijk voor iedereen. We merken dat met name in de onderbouw je gewoon echt in een spagaat komt, omdat je wil graag de goede leerlingen, wil je veel uitdagen, veel aanbieden, maar de leerlingen die moeite hebben, wil je niet aandoen om met die betere leerlingen ook alles te moeten doen in het tempo waarin zij het doen. Dus dan ga je inderdaad heel bewust nadenken over wat moeten we met het tempo doen. We zijn op dit moment nog bezig met de inventarisatie bij ons binnen de sectie. En ik vertelde net dat ik ook sinds kort in het basisonderwijs af en toe wat doe. Dus ik ga... bij de groep 8 van de school waar mijn eigen kinderen zitten, een half uurtje in de week bezig met problemen oplossen op basis van de wiskundekennis die ze daar al hebben. Misschien kent een aantal van de aanwezigen hier de kangroepwedstrijd wel. En ik merk gewoon dat kinderen in het basisonderwijs, in ieder geval op de school waar mijn kinderen zitten... relatief weinig met die manier van wiskunde. Dus meer het logisch redeneren. Het zelf oplossingen verzinnen. In plaats van zo los je zo'n som op en doe het maar na. Ja. Uiteraard onder goede begeleiding allemaal. Maar dat ze zelf die kant van rekenen ook hartstikke leuk vinden. Want als de bel gaat voor de pauze, dan zeggen we na 5 minuten van... heeft iemand de bel wel gehoord? Dan blijven ze gewoon zitten. Ze doen niet eens door dat de tijd alweer voorbij is. Dus ik probeer met zoveel mogelijk mensen erover in gesprek te gaan. Ik zie nog een vraag binnenkomen. De vraag, want we zijn inmiddels ook bij de Q&A wat mij betreft. Mm-hmm. Volgens mij hebben wij ons verhaal aan deze kant van de tafel wel verteld. Zien jullie kansen om met andere vakken samen te werken? Maarten, misschien eerst aan jou, want de ontwikkelteams hebben ook samengewerkt. Mm-hmm. Hoe kijk jij daarnaar in het proces? In het PO is het samenwerken met andere vakken wat eenvoudiger. Omdat dezelfde leerkracht vaak alle, of in ieder geval een groot deel van de vakken geeft. Daar zie ik zeker mogelijkheden. Ik noemde net al bijvoorbeeld... op het moment dat je bij rekenen de decimale getallen hebt uitgelegd, kun je bijvoorbeeld in de gymles bij het verspringen en gaan zeggen van hoeveel meter heb jij gesprongen? En dan zeg je, dat was 3 meter en 20 centimeter, maar dat kunnen we ook als decimaal getal. Dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat we straks in de gymlessen alleen nog maar aan het rekenen zijn. Maar je kunt wel gegevens vanuit de gymles verzamelen om in de wiskundeles weer mee bezig te zijn. Of in de rekenles op de basisschool natuurlijk. En in het voortgezet onderwijs merk ik zelf ook in mijn lessen dat ik soms met dingen van natuurkunde bezig ben. Waarbij de natuurkundedocent dan heel verbaasd is dat wij dat allemaal doen. Dus soms verder gaan dan in de natuurkundelessen zelfs gaan met een aantal dingen. Zeker als je met wiskunde D bezig bent in de bovenbouw. Maar wat we vooral ook uitgezocht hebben tijdens het hele ontwikkelproces is hoe de transfer van leerlingen gaat van wiskundekennis naar andere vakken. En in de literatuur zijn gewoon verschrikkelijk veel aanwijzingen te vinden dat je er niet maar vanuit mag gaan dat als je leerlingen verhoudingen uitlegt binnen wiskunde, dat ze die dan bij natuurkunde kunnen toepassen. Dus je zou veel meer willen dat die contexten vanuit andere vakken al in de wiskundelessen aan bod komen. En in de rekenlessen. Ja, en dan in de juiste volgorde. Dus zien wij kans om met andere vakken samen te werken? Ja, heel erg veel zelfs. Het lastige is wel dat je dat echt niet allemaal in een curriculum, een landelijk document kunt regelen. Zo van, lees dit maar en dan gaat het allemaal goed. Je zult dat op je eigen school met elkaar daarover in gesprek moeten gaan. En dan kun je stappen maken.
Ja, wat wel interessant is, denk ik, is als je naar jullie voorstellen kijkt, online, maar ook in de uitgewerkte voorstellen, dan zie je wel op allerlei plekken waar jullie verbindingen leggen, mm-hmm. hè, met de andere leergebieden. Dus de mensen ja. die zich daar echt in willen verdiepen. Kijk vooral ook, lees die voorstellen. Daar is ook op de site een omgeving waar je dat vrij snel kunt zien. En dus dan heb je in ieder geval inspiratie. En Carla, hoe doen jullie dit op school? Want je zei net van, nou, we zijn dit toch vooral als sectie begonnen. Ja, nou, ik zat vorig jaar bij een examen aardrijkskunde te surveilleren. Dus ik dacht echt van, hè, lijkt wel een wiskunde-examen. Heel veel statistiek zit erin. Echt hele mooie diagrammen, prachtig. Ook nog in kleur, ook op het eindexamen VWO. Vond ik ook wel bijzonder. En ik dacht even, oh, nou, dat is echt een kans om met aardrijkskunde eens even te gaan overleggen van, hé, wat doen jullie me nou precies aan statistiek? En wat leren ze nu? Wat is de overlap? Ja. En bij biologie moeten bij ons de leerlingen in de onderbouw altijd een werkstukje maken. En dan is het ook statistiek, staafdiagrammen, cirkeldiagrammen. Ja, we hoeven niet twee keer uit te leggen. Dus er is echt wel veel overlap. En ook met berekeningen, met procenten. Gebruiken ze ook bij biologie, bij scheikunde, bij aardrijkskunde. Dus er is zoveel overlap. Ja, dan moet je wel echt in kaart brengen van hoe gaan we dit nu doen, dat we niet drie keer hetzelfde zitten uit te leggen. Maar dat ook dat leerling dan zien van, hey, heb ik bij wiskunde geleerd? Oh, dat kan ik dan ook bij biologie gebruiken, of bij aardrijkskunde, of bij scheikunde. Wordt het ook best wel veel gebruikt, die rekenvaardigheden. Ja, en dat, maar dat is wel een heel uitgezoek en gepuzzel van, hey, wanneer wil je wat op welk moment aanbieden en wie gaat het nu aanbieden? En ja, dat is natuurlijk nog wel een stap die nog ook nog gemaakt moet worden. Ja. Ja, en dat ligt natuurlijk meer op het niveau van de school. Ja. Zoals jij zei, hè, dat is niet iets wat je helemaal kunt uitwerken in een document. Nee. En waar het vooral gaat om de eigen keuzes die je maakt en de eigen ja. verbindingen die je wilt leggen. Ja. Ik kan nog een mooi voorbeeld noemen. Ja? Want bij ons op school hebben we een vak, dat heet 3KO. Dat gaat over onderzoeken en ontwerpen. Daarbij moeten leerlingen op enig moment een enquête afnemen. Waarbij ze de gegevens moeten verwerken. Nou, dat is op dit moment een onderwerp in wiskunde A op de AVO. En op het VWO werken met grote datasets. Dus wat wij nu doen is, in de wiskundelessen leren we ze werken met Excel. In de 3KO-lessen gaan ze een enquête opstellen. Die wordt in de wiskundeles besproken op wat zijn sterke punten, wat zijn minder sterke punten, hoe kun je een handige steekproef kiezen. Vervolgens gaan ze binnen de 3KO-lessen weer de gegevens, ze gaan dat allemaal verzamelen. Dan komen ze weer in de wiskundelessen om te proberen om uit die gegevens conclusies te trekken, waarbij ze die kennis gebruiken die ze hebben van Excel. En vervolgens is dan nog de vraag, welk onderwerp kies je dan voor je enquête? Daar kun je bijvoorbeeld weer kiezen voor het onderwerp waar je later ook je profielwerkstuk over wil gaan doen. Dus het kan ook heel veel tijdwinst opleveren voor de leerlingen. Maar ook haalt het een beetje de druk af van je lessen. Want je kunt nu zeggen, nou, wij willen heel graag bij statistiek werken met grote datasets. Het is veel leuker als een leerling een eigen dataset heeft in plaats van een van het internet geplukt. Nou, en bij 3KO doen ze toch zoiets. Dus dan hoeven we niet alles in de wiskundeles te doen. Dat geeft ruimte voor andere dingen en we kunnen interessanter onderwijs maken. Dus op die manier kunnen we echt de handen ineens slaan. Maar dat vraagt wel goed overleg daarover. Ja. En dit proces van curriculum.nu zorgt ervoor dat je over dit soort dingen gaat nadenken. Ja. Dus dat kan het ook opleveren door de stukken te lezen. Ja. We hebben nog een vraag. Een van de kijkers geeft aan dat het een heel mooi voorbeeld is. Het representeren en communiceren. Is dit één enkel voorbeeld of is het een voorbeeld van hoe er in het ontwikkelteam en binnen ontwikkelscholen in de toekomst gewerkt gaat worden? Met andere woorden, is de ontwikkeling van de brede vaardigheden breed omarmd binnen dit leergebied? Misschien Maarten, eerst even bij jou. Hoe kijk je daar vanuit het team naar? Het gebruiken. De brede vaardigheden verwerken in het curriculum, dat was nogal een worsteling. Want de brede vaardigheden, we kregen een document bij aanvang van het proces aangeleverd met beschrijving van die brede vaardigheden. Maar
ja, het zijn brede vaardigheden, dus ze gaan niet alleen over rekenen wiskunde. Dus wat wij gedaan hebben is kijken van ja, hoe zie je die brede vaardigheden, hoe kun je die vertalen naar de reken- en wiskundecontext? En dat zijn eigenlijk onze denk- en werkwijzen zoals we die beschreven hebben. Nou ja, en door die link, zo, wij vinden, wij onderschrijven dat die brede vaardigheden ontzettend belangrijk zijn. Maar ze moeten wel gekoppeld worden aan vakinhoud. Want ja, je kunt wel lessen, je kunt het vak problemen oplossen op het rooster gaan zetten. Maar ja, daar heb je niet zoveel aan als je het niet koppelt aan vakinhoud. Bovendien is wiskundig problemen oplossen echt iets heel anders dan probleem oplossen binnen een ander vak. Dus zolang je het koppelt aan inhoud, vinden wij zeker dat die brede vaardigheden, of eigenlijk dan de denk- en werkwijze, echt een belangrijk doel zijn. Niet alleen een middel om die wiskunde je eigen te maken, dat rekenen. En dat is ook echt een nieuw onderdeel, hè? Gebaseerd ook onder andere op internationale voorbeelden, uitwerkingen. Ja, en het is ook een volg, nou het is eigenlijk niet volledig nieuw, want het is ook vervolg op in ieder geval de ontwikkeling van het nieuwe curriculum voor bovenbouw, HAVO, VWO, okay. C2, ja. waarin ze ook beschreven zijn, alleen niet onder de naam denk- en werkwijze, maar wiskundige denkactiviteiten. Die zijn nu anders genoemd, omdat ze dan bij alle ontwikkelteams, ja, als je de verschillende stukken moet lezen, dat je niet de ene keer hebt over wiskundige denkactiviteiten, elke keer over iets anders, maar het zijn allemaal denk- en werkwijzen. En naar mijn idee, ook als je het niet zou beschrijven in het curriculum, dan zou je het nog steeds moeten doen. Ja. Dus dit verandert niet bij iedereen heel veel aan het lesgeven, denk ik. Maar het moet, ja, moet veel. Je moet er bewust mee bezig zijn. Ja. En sommigen doen dat al, dus dan verandert er eigenlijk niet zo gek veel. Ja. Nou, net zoals dit voorbeeld dan toch even verbreed. Het is dus bij rekenen wiskunde op deze wijze gebeurd. Maar die brede vaardigheden zijn wel vertaald ook in eigenlijk alle leergebieden, altijd wel vanuit de gedachte dat er een koppeling is met de inhoud. Hebben jullie nu als ontwikkelschool, en je had er eentje uitgepikt, zijn er nog andere denken en werkwijzen waar jullie expliciet... Het briefje is even weg met de lijst. Even ik mag er nu nog één uitzoeken. Even kijken. Waar is die nou? Oh, hier. Of niet? Nee, deze. Ik vind ze eigenlijk allemaal wel het belangrijkste. Ja, probleem oplos doe je natuurlijk overal. En ik denk wel dat bij wiskunde kan je wel zeggen van, wat weet je? Wat heb ik nodig? En hoe kan ik aan die informatie komen? En heb ik dat ooit geleerd? Of moet ik nu nog een stapje leren? En zo denk ik dat kinderen ook de behoefte krijgen om iets te leren van. Ze willen een probleem oplossen, maar sommige dingen kunnen ze nog niet. Dus dan moeten ze nog bijvoorbeeld andere verbanden moet ze nog leren. En dat vind ik dan wel interessant om dat te kijken. Maar het gaat natuurlijk dan ook heel veel over didactiek. En daar gaat het curriculum natuurlijk niet over. Maar dat het zijn allemaal dingen om wiskunde, denken, werkwijze. Ja, hoe los je dus een probleem op? Want ja, dat is belangrijker dan dat je alles maar gewoon nadoet. Ja. 3000 keer hetzelfde sommetje om dan de machtsregels te kennen. Ja. Nou ja, wat je zegt over het gaat over didactiek. Is vooral ook de plek waar je problemen oplossen inzet in in je leerproces. Ik denk dat het niet heel vreemd is om te zeggen dat je vindt dat leerlingen ook problemen moeten kunnen oplossen. Onder een probleem verstaan we dan iets wat niet een routine oplossingsstrategie heeft. Dus ja, het is didactiek of je begint met een probleem of eindigt met het probleem. Maar dat er problemen opgelost moeten kunnen worden, dat is het doel op zich. Ja. Ja, en wat ook mooi is dat jullie dus deze denkenwerkwijze wel op alle niveaus en ook in het PO en het VO hebben uitgewerkt. En daarmee dus ook op dit punt een doorlopende leerlijn hebben ontwikkeld. Ja. We gaan naar een afronding toe. Ja. Ik denk de vraag aan de kijkers. Zijn er nog dringende vragen? Ja. Hebben jullie tips voor docenten? Nou, dit vind ik echt een prachtige laatste vraag. Volgens mij had het niet beter gesteld kunnen worden. Hebben jullie tips voor docenten die nu nog niet betrokken zijn bij curriculum? Maarten? Ik zou zeggen dat het
dat het altijd goed is om met je eigen vaksectie of op je eigen school over het curriculum na te denken. Als je dat heel ingewikkeld vindt op basis van een best wel groot stuk tekst, neem ook contact op, want er zijn mensen genoeg vanuit het ontwikkelteam rekenen en wiskunde die het hartstikke leuk vinden, waaronder ik zelf in ieder geval, om ook her en der een keer langs te komen om het erover te hebben. Er is een samenvatting, er is een klein filmpje waarin de hoofdlijnen verteld worden, maar ik denk dat je eigenlijk zelfs zonder de stukken al ontzettend mooie discussies kunt hebben over het curriculum en dan zou bijvoorbeeld de visie of de grote opdracht of de bouwstenen zou een soort van praatstuk kunnen zijn om met elkaar daar over te denken. Dat je eigenlijk een soort van leidraad hebt voor je gesprek. Dan kun je helemaal je eigen invulling aangeven. Mooi, dankjewel. Carla? Ik zou zeggen van durf te schrappen. Dus gooi er maar gewoon af en toe eens even iets uit en doe iets, een grote opdracht. Dat leerlingen echt zien van hey, waar ben ik nu de hele tijd mee bezig geweest? En dat is denk ik belangrijk voor de leerlingen. En bedoel, dan pik ze dat het jaar erop wel weer op. Moet je natuurlijk wel even overleggen dat je niet elk jaar hetzelfde eruit gooit. Want dan hebben ze het nooit gehad. Maar ik denk best wel dat er wat uit kan. En dat je ook zelf als een keuze kan maken van er kan echt wel iets uit natuurlijk in overleg met je hele sectie. En dat lijkt me het beste om te doen. Ja. Kijk kritisch naar je methode. Ja, ja. In plaats van eerst hoofdstuk 1 en dan 2 en dan 3. Ja, zonder meer maar. Ja, dat ook. Je mag ook wel combinaties maken en dan gewoon wat uitgooien en een grote opdracht. Dat maakt het allemaal wat interessanter. Ja, en ik zou zeggen, gebruik daar inderdaad als inspiratie de voorstellen die er nu liggen. Er zijn veel, ik hoor steeds meer scholen die dat doen, die gewoon pakken en naast de methode en wat zit er eigenlijk in, wat doen we nu en kan dan wat weg of kan er wat bij. Een aantal tips over hoe jullie dat gesprek in kunnen gaan staan nog op de sheet. Weet ons te vinden als het gewenst is. Ik zie nog een goed advies. Kijk kritisch naar je methode. Heel goed. Weet ons te vinden als er vragen zijn, als er behoefte is aan inderdaad een van de leraren die mee hebben gewerkt, vanuit welke rol dan ook. Vanuit de SLO, dan laat het weten, want dan kunnen we daarbij ondersteunen. Enorm bedankt voor jullie interesse en we hopen dat we jullie goed hebben geïnformeerd. Dank jullie wel. Bedankt. Ja, bedankt.